Stel je voor, hè, dat je in een put zit en je kijkt omhoog. Dan zie je eigenlijk alleen maar een klein rondje lucht. Meer zie je niet. Hoe ging je als docent om met de psychische klachten van een student? Studieloopbaanbegeleider Anneke Veldkamp vindt dat een belangrijke vraag. En dat is net zomaar. Wij vader Christ hebben wij een student verleend. Ons zelfmoord. En dat wie een eerste jaar student, die wie zontje en 18 jaar. Dus dat is verschrikkelijk. Omdat de jaren en omdat maait zien, dat is een hele drege bedoeling. Ja. Dat had impact op elke mens. Ja. Kun je de impact op jezelf beschrijven? Nou, de impact was heel groot. Want ik hier het contact met hem, ik hier gesprek met hem. En het was een hele lieve, aardige, goed werk presterende student. Positief. Ik had eigenlijk nooit wat vernomen. En juist daarom is de preventietraining die de docent nu wordt volgen belangrijk. Signalen vernemen en leren hoe je omgaan moet met studenten die psychische problemen hebben. Iemand die buiten de put staat, die ziet misschien een weiland en die ziet prachtige koeien. En in de verte zijn zelfs bergen of mooie bomen, zonlicht. Maar dat zie je in die put niet. En als ik buiten die put sta en ik ga zeggen, ja, maar hier zijn allemaal koeien. En hier zijn mooie bergen. Iemand in de put ziet dat niet. En die bereik je daar dus niet mee. Ook de docenten, of beter zijn, studieloopbaanbegeleiders, zorgen dat studenten blootgesteld worden aan een hoge prestatiedruk. En dat dat op gewone momenten psychische problemen veroorzaken kan. Meesten denken, student wijzen, dat is hartstikke leuk. Dan heeft een mooi leven. Studenten, sindsdien, die hebben natuurlijk een hele grote druk op zich om binnen 4 jaar de studie te halen. Ze hebben maar een lietse leerling, dus ze moeten er altijd bij werkje. Ze hebben net alleen nog het studeren en, en de lol eromheen, maar ze hebben ook hun verantwoordelijkheden al heel jong. En betekent dat wij een vertrouwensband ombouwen met onze studenten. En vaak zijn dat ook dus momenten waarop als een student ergens mee zit, dat ze dan naar jou toe komen. Soms voor advies, soms om gehoord te worden of gezien te worden. En dan moet je dat wel doen als docent. Dan moet je er voor ze zijn en kijken hoe je ze gehoord en gezien kan laten voelen. Maar ook hoe je ze kan helpen of verder kan sturen naar personen die daar verder opgeleid of getraind in zijn. Na een skoftje training moeten de tips die ze krijgen in praktijk gebracht worden. Mijn vriend heeft het uitgemaakt. Mijn vrienden zijn er niet meer zoals ze er voor me waren. Ik ben ontzettend trots op jou. Dat jij hier bent. Dat je dit durft te vertellen. Wacht even, je gaat te snel. Je doet het hartstikke goed hoor, maar je gaat nu te snel. Ik zou nu, wat je nog niet echt hebt gedaan, is vragen naar dat gevoel. Ja. Vind je het goed als ik eventjes een stukje doe? Wat lijkt me dat ontzettend heftig voor je als je je de hele dag zo voelt. En dat moet ook haast wel, hè? Als je zelfs denkt aan zelfmoord, dan moet je je ook echt wel heel wanhopig voelen. Klopt dat? Nou, ik had zoiets als het gewoon voorbij is. Ik heb dit soort situaties niet zo letterlijk nog, maar wel studenten waar ik me wel zorgen over heb gemaakt of op dit moment ook maak. En denk van ja, dan ga ik het meteen toepassen. Dan denk ik, weet ik zeker, dat ga ik wel doen. Voel je het lastig, familie? Ja, dus alles komt weer op, zeg maar, en ja, je hebt de verhalen van de oren, die ik heel erg, die komen ik het binnen, vind ik. Dus ik vond het emotioneel soms lastig, maar ik had er wel een hele prot van opstutsen en ik had er een hele prot van horen. Ja.